You can go to the left and then you see the toilets. You can go to the right and there you can sit. You can go straight ahead and then you can walk to the stage. Dan weet ik zeker dat ik dans met jou. Every day you spin me round and round. Hoi! Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. We gaan vandaag iets super vets doen, want wat gaan we doen, jongens? We gaan even op het podium! Yes, voor de eerste keer, let's go! Let's go! Hier gaat het gebeuren, jongens. Junior Eurovisie Songfestival 2019. Oké, we hebben een pas gekregen van het Junior Songfestival. En hier moeten we onze pas kennen, dat we naar binnen kunnen. En dan zie je hier de foto. Dus we gaan even naar binnen. Oké, nu doen we alles in het bakje voor de security. Ze zijn heel streng. Dus dat er niks mis kan gaan. Oké, nou dit zijn de kleedkamers en wij zitten naast Oekraïne en Spanje. Dus laten we gaan. Ja, jongens, dit is best wel groot. Ik zie in ieder geval allemaal leuke bankjes en zitzakken en zo. Dus dan kunnen we lekker chillen met alle landen. Kom, we gaan onze kleedkamer. Oh, hij gaat nog wat uit. Exit door Bas en exit door Smogera. Oké. Dat is ook. Kijk, dit is dus een Thank you very much. Thank you. You too. Well, hij is dus eerst in het begin een filmpje. Maar hij is een soort van computer. Dus hij zei, you can go to the left and then you see the toilets. You can go to the right and there you can sit. You can go straight ahead and then you can walk to the stage. Maar in ieder geval dat achterwege, we weten nu waar we heen moeten als de vuur uitbreekt en zo. Dat is goed. Maar we zijn bij onze kleedkamer, jongens. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet van binnen. Wow. Jongens, kijk, er hangt overal een sleutel in. Waar is onze sleutel? Redder in nood. 3, 2, 1. Wow. Oh, dit is best wel groot op zich. Dit is mijn plek. Dit is mijn plek. En ik ga even meteen een douche doen. Oké, jongens, we gaan nu richting het podium. We gaan hem voor de allereerste keer zien. The other way around. Oh, oké. Het podium is echt heel klein. En Italië staat nu op. Het is echt gewoon 1/100ste van dit allemaal. Maar echt. Echt heel vet, jongens. Dit podium geeft me wel kriebels nu al. Als ik weet dat dadelijk hier al die mensen staan en wij staan er dadelijk op en zo, krijg ik wel al een beetje kippenvel en zo. Ja. Als je dan weet dat dadelijk hier al die mensen staan en daarboven en zo. Gewoon gek, denk ik. Jongens, we zijn dus ergens naar op zoek, want we hebben dus speciaal voor ons optreden in Polen een nieuwe tafel laten maken. En er is iets bijgekomen, het is best wel vet. Alleen we moeten het even gaan zoeken, want ik heb geen idee waar het hier ergens staat, want het is best wel groot. Dus laten we gaan kijken. Oké, nou, dat is de tafel die op het podium komt te staan. En het is nu tijd voor het grote ding, waar jullie best wel benieuwd naar zijn, denk ik. We gaan het onthullen. Pak je deken vast, jongens. Oké, ik ga aftellen, ja? 3, 2, 1... Ik weet niet of sommige mensen het al hadden geraden, maar het is dus een klimrek. En hier gaan dus de dansers te gekke sprongen vanaf doen. Die worden heel vet, dus ik ben benieuwd. Ja, we hebben hem gemist. Het is een beetje saai. Dus laten we even de kleedkamer gaan versieren. Toch even laten zien dat wij in Nederland zijn en wij maken het leuk. Dus laten we het gaan versieren. Hebben we een vlag of zo? Wil jij nou ook zo'n stikke vel? Doe dan mee met de winactie op Instagram. San Francisco, where's your disco? Hoppakee. Ik denk dat hij wel klaar is, jongens. Ja. Ik ook, denk het ook. En het is nu tijd om ons op te kleden in onze showkleding en dan naar het podium te gaan. Ik ben heel benieuwd. Jongens, we
gaan nu naar de in-ear ruimte, want ik heb natuurlijk deze oortjes. Dus we gaan even kijken, wat gaan we dan ongeveer doen? Ja, eigenlijk een soort van soundcheck, ja. Dus dat je alvast een beetje kan horen hoe je jezelf hoort en de muziek hoort. Of dat allemaal oké is en zo. We hoeven dat niet meer op het podium te zetten. Dus daar gaan we nu heen. Ik heb mijn boys allen gebeld en alles over jou verteld. Vanavond weer op stap. Dan weet ik zeker dat ik dans met jou. Yes, helemaal goed. Jongens, ik hoor die echo. En die echo klinkt alsof je ook in een arena staat ofzo. Ja, echt. Echt. Super nice. Klinkt heel goed. Ja, dat was echt nice. Heel lekker. Het klonk heel goed. Mijn stem was oké, de oortjes zijn heel goed. Goede soundcheck gedaan. Ja. Heel fijn, hè? Ja, heel chill. Ben je er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Ik ben er meer Nog klaar. Meer zin, hè? Ja. Ja, goed zo. Ik kreeg net een beetje kippenvel. Ik zag het. Ja. Ik ook een beetje. Oké. We gaan nu even opwarmen met de box. En we gaan Cora's oefening doen. Dus. De opwarming ging goed, maar een paar stukjes was vergeten, maar we zijn nu wel gewoon even goed bezig, dus we moeten even in conditie blijven, dus niet te veel stilstaan en alles. Dus. Maar het ging helemaal goed, dus daar ben ik wel blij mee. We zijn warm. Oké, we gaan dus nu voor de eerste keer repeteren, dus we gaan nu naar het podium. We hebben er allemaal echt vet veel zin in, dus kom. Mooier, maar dan heb je niet de rechte lijn opzij. Snap je dat? Wow. Dit is echt heel vet. Kijk deze vloer, jongens. Kijk deze vloer. Dat we nu gewoon in een ander land zijn om dit te kunnen doen. Gewoon op een groot vloer. Normaal? Is echt mooi. Zin in, jongens. We gaan beginnen. 3, 2, 1. En de dans en het was gewoon echt gewoon perfect. Ik kan niet wachten als de zaal vol zit met mensen. En die adrenaline die stoot van hier tot Tokio. Ik heb het podium nog nooit in echt gezien. En nu staan we erop. Na al die repetities met onze showkleding. Het is echt top. Ik kan zeker wel voorstellen dat het dadelijk helemaal gevuld is. En ik denk dat ons wel een extra kick gaat geven. Zeker. Wordt dan helemaal lachen. Ja. Er zijn wel puntjes. Ik heb het gevoel dat ik meer heb gelachen, maar ik kan nog iets meer lachen en een paar kleine dingen. Hebben jullie nog iets? Ja, een beetje. Ja, camera pakken en strakke bewegingen maken. Ja. Maar voor de rest niet op in de trots op jullie, jongens. Yes. We gaan nu naar de viewing room. Ja. Daar gaan we ons optreden terugkijken, kijken wat we beter kunnen, wat we goed deden, hoe het eruit ziet op beeld, dat soort dingen. Dus dat gaan we nu doen. Ja. Zin in. Ja, ik ben benieuwd. The last one. The last one. We gaan dus nu even kijken en kunnen we kijken wat we goed en fout deden. Dus ik ben benieuwd. Ja, sorry. Ik heb een beetje opgewacht, je zit nog steeds in mijn gedachten. Ik denk steeds weer aan jouw lach. Ik heb mijn boys al lang gebeld en alles over jou verteld. We gaan vanavond weer op stap. Cause I only wanna dance. Let's dance this song together and sing your lovely song.
Ja, die dat was wel leuk. Dankjewel. Voor het beeld zat je eigenlijk goed. Echt zo vet. Dit was een slecht van mij. Die ene laatste was best. Ja, dit is heel vet. Ik snap wat je bedoelt met meer lachen. Daar ga ik zeker even mijn best mee doen. Maar het is zo vet. Gewoon die achtergrond en het licht en zo. Dadelijk ook al het publiek erin. Heel vet dit. Dit is echt vet. Het valt nu allemaal op zijn plek. De kleding, de achtergrond, de lampen. Ja. Dit is echt een droom die uitkomt. Nou, die kan op het tegels. Heel mooi. Zo, boven die weg. Oké, we hebben net we zijn dus net in de viewing room geweest. We hebben even dingetjes bekeken. Ik vond het er echt, nogmaals, echt heel tof uitzien. Maar we gaan nu weer terug naar de bubble room. In ieder geval de kleedkamers. Nou, dat was het dan, onze eerste repetitie. We zijn nog niet helemaal klaar, we moeten nog wat interviews geven. Maar ik zie jullie in de volgende video. Doe een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie. Doei doei! Later!